Hallo, leuk dat je op mijn kanaal terechtgekomen bent. Vandaag ga ik iets nieuws proberen. Ik heb daar een paar keer tutorials nu voor gekeken, omdat ik anders gewoon niet weet waar ik aan begin. Of dat ik eraan begin en niet weet hoe ik het moet eindigen, dus maar hoe je het bekijkt. Ik ga een opbergdoosje maken. Ze noemen het een ringdoosje of een, ik zou het meer een frutsel dingetje noemen. Ik gebruik daarvoor dit blok Irokko. 8 centimeter zo, 18 centimeter zo. Nou is Irokko een, heb ik al vaker meegewerkt voor schalen. Irokko is een beetje, kan irriteren op je luchtwegen, dus voor alle veiligheid. Masker, mijn muts, gelaatbeschermer. Veiligheid boven alles. Ik ga ook voor het eerst werken met de, ik ben vergeten hoe dit in het Nederlands heet. In het Engels of Amerikaans heet het een four-prong center. Kijk. De haakjes aan. Gaat in mijn headstock. Nou, ik neem je mee op reis. Als eerste moet ik natuurlijk het centrum vinden. Of het middenpunt, net hoe je het bekijkt. Ik noem het eigenlijk gewoon middenpunt. Ik heb daarvoor deze hele mooie handige centerfinder. Van centerfinder. Oké, ik heb hier een schaafje. Ik heb altijd een hekel aan als dat zo. Oh, ik vind het wel leuk. Een mooie David schaafje. David schaafje, combo schaafje. Als ik hier, mesje zit er nu zo in. Heb ik een platte. Kan het mesje aan de voorkant doen. Krijg je een schraper. Kan ook het mesje hier doen. En dan kan ik in rondingen. Erg blij mee. Dit is de, eigenlijk, ik heb pas een paar keer eerder spindelturning gedaan, of langshout draaien, volgens mij in het Nederlands. En ik word er altijd heel nerveus van om het rond te maken. Dus spannend weer. Dat ging wel gelijk fout. Thank you.
Oké. Ik denk dat hij nu rond genoeg is. Dus ik ga hier een... ik weet niet hoe het in het Nederlands heet. Een tennen, dovetail, zwaluw, weet ik niet. Maken zodat hij in mijn... chuck past. In mijn chuck. Dus hier. En hier. Oké, ik heb het benauwd. Nou, als het goed is, kan ik deze er even afhalen. Zo. Nu heb ik, dus, zou deze... Oké, deze gaat eruit. De... Volgens mij is het een vierdoorn meenemer. Maar ja, het kan ook dat dat in mijn hoofd zit. Oké, gaat deze er weer op. Oké. Ja, maakt volgens mij eigenlijk nu niet zo uit. Deze weer terug te doen. Oké. Gewoon voor de... idee. Nu is het zo dat bij het maken van zo'n doosje zit een soort idee achter. En het idee is dat de verhoudingen moeten echt wel goed zijn. Misschien handig als ik dit er even afhaal. De verhouding is een beetje als je het in drieën verdeelt. 2/3, 1/3 ongeveer. En ik heb ook een stuk nodig. Ik denk zoiets heb ik zo meteen weer nodig. Dus dan heb je iets van, laten we het even vanaf hier meten, is makkelijker. Dus dit is 23. Hoe, 23? Nee, 13. Het is 13 gedeeld door 3. Nou ja, ik begrijp het idee. 13 gedeeld door 3. Ik ben niet zo goed in hoofdrekenen namelijk. Dus heb je iets van 4, kom maar nog wat. Nou, gaan we dat dan verdelen. Kijk, dit stuk gaat er natuurlijk aan het eind van de rit ook weer af. Dus dit is wat je overhoudt. Dus als ik dat 4. Zie je, dan is dit de deksel en dan is dit. Dus het kan ook nog een beetje zo zelfs. Denk ik. Ik moet nu opletten met deze. Oké. Hele rare vibraties, maar dat komt waarschijnlijk omdat hij toch een beetje uit balans is.
ik al eerder zei, sommige dingen vind ik gewoon heel lastig. Onder andere dit soort dingen. Ach, had net al gekund misschien. Deze gaat even eraf. Aan de zijkant. Extreem hard hout. Op de een of andere manier was ik dat vergeten. Schijnbaar. En ik heb het nu uitgehold. En hier heb ik een soort richel gemaakt. En straks kan dan de... Als ik deze ga uithollen. Kan ik dan als ik hier... Nou ja, krijg je het eigenlijk een beetje vergelijkbaar met dit. En dan is de bedoeling dat dat dan... Zeg maar zo in elkaar gaat vallen. Niet deze kant, maar dat dat zo in elkaar gaat vallen. Het is een heel gedoe. Ik vind het best spannend. Ik weet ook niet of die... ik denk dat ik nog iets verder ga uithollen. Ik heb geen idee hoe diep die is op het moment namelijk. Gek van die verkoudheid. Hij is dus zo diep. Dit moment. Mag nog een heel klein beetje. Of zal ik het zo laten? Oh, lastig. Nog een heel klein beetje.
Waarschijnlijk heb ik echt al heel veel beginnersfouten gemaakt. Maar dat vind ik ook helemaal niet erg, want dat maakt het ook heel erg leuk om te doen. Met schalen is het anders. Het hout, de nerf van het hout is anders. Dus het is gewoon, het is wennen. Het is wel heel erg leuk om te doen hoor. Ik word er heel blij van. Ondanks dat ik verkouden ben, word ik er toch heel blij van.